We hebben een dier gedood, dat is een white-tailed deer. En als je een beetje oplet in de Verenigde Staten, zie jij in de rijt af en toe, dan zie je elke dag zeker twee dode herten langs de weg liggen. De white-tailed deer, dat is in feite een nationale plaag in Duitsland, in de Verenigde Staten. Met als gevolg dat ze, ja, natuurlijk in een land wat niks anders doet dan autorijden, regelmatig in botsing komen met auto's. Maar bij mijn weten, het wordt er ook op de Hoge Veluwe regelmatig gebotst met wilde zwijnen en herten. Het van Rossum, kunt u mij horen? Inmiddels zijn veel Nederlanders op vakantie. En wat je dan nog wel eens hoort, Maarten, is dat mensen elkaar geweldig in de haren vliegen. Omdat ze natuurlijk 24 uur per dag op elkaars lip zitten. Hoe is dat eigenlijk bij jullie reis? Gaat dat allemaal goed nog? Geen ruzie? Ja, dat gaat volgens mij wel goed. Nee, dat is natuurlijk een van de wonderen of niet wonderen als het niet werkt. Van zo'n tv-ploeg die een aantal weken naar wonderlijke locaties op reis moet. En in rare hotels moet logeren. En nou ja, gekke dingetjes moet opnemen. En ja, dat je de onderlinge vrede wel moet zien te bewaren tot de zaak erop zit. Dat je de schijven gevuld hebt, om het zo maar te zeggen. Ja, je weet, er wordt 10 keer zoveel materiaal opgenomen als het tenslotte gebruikt wordt. Zo typisch televisie natuurlijk. Ja, ik zou dolgraag eens een korte lezingencyclus willen houden voor de TV-academie. Nou weet ik niet precies of die bestaat eigenlijk. Is er een soort professionele opleiding voor mensen die TV gaan maken? En dan bedoel ik niet vlotte blondines die het programma moeten presenteren, die per slotverrekening niet veel meer doen dan het eindproduct aanbieden. Nee, ik bedoel de mensen die het echt maken. Cameralieden, regisseurs, monteurs, weet ik veel, de hele bliksemse boel. Die blondines, die interesseren mij geen hout. Wat zou je ze nou vertellen? Nou, dat ze wel een beetje hun traditionele gewoontes moeten zien prijs te geven. Ga eens wat anders, ga eens wat avontuurlijker en sneller monteren. Stop met die traditionele, hoe heet het... Die gesproken tekst boven het beeld. Hoe heet dat nou? Kom op. De voice-over bedoel je? Ja, stop met voice-overs. Voice-overs is natuurlijk ook een feit in allerlei opzichten een zwakte bot. Dat je het niet laat zien en dat dus een of andere sonore stem uitlegt wat je eigenlijk moet zien. Stop ook met dat rare gedoe als je bekende mensen interviewt. Dat ze ook studieus zitten te lezen, nog een loopje doen. Stop met de loopjes in brede zin. Het is een circus met die loopjes, joh. Dat is echt verschrikkelijk. Ik heb wel eens iemand gehad en dan had je 7 loopjes gedaan. En zei hij, ik wil 1 loopje. Dat je echt een fractie van een seconde eerder ophoudt of juist begint met praten. Nou ja, allemaal dat soort van dingen. Dat je denkt, we hadden gezeik over die loopjes. Die loopjes, dat is ook naar mijn idee een bezwakte bot. Dus TV kan een stuk avontuurlijker gemaakt worden. En dan bedoel ik nogmaals weer niet de blondines die het presenteren. Die zou je überhaupt af moeten schaffen. Maar dat is nou weer een heel ander aspect van de zaak. Maar het kan avontuurlijker. In films zie je vaak montage dat je denkt, kijk, zo kan het ook. Ja, je moet toch niet per se iets maken voor de aller domste kijker. Die niet begrijpt dat als je eerst in een museum was en daarna in een bootje zit, dat je weer uit het museum bent gekomen en toen in het bootje bent gestapt. Want hoe pakt de televisie dat aan? Als jij in een museum naar binnen gaat, dan moet je er ook weer uitkomen. Dus dat moet allebei gefilmd worden. En allebei, veel wordt het niet 1 keer gefilmd, maar minimaal 3 keer gefilmd. Want dan loop je net precies aan de verkeerde kant van de trap, of de lichtval is veranderd, of er valt een briefkaart op de grond, of nou ja, dat is altijd wel wat. Nee, als je natuurlijk in een museum bent en even later in een bootje, dan moet het zo klaar als een klontje zijn, dat je niet natuurlijk met een paar nieuwe vleugels van het museum naar het bootje bent, nou, enzovoort. Doe eens wat avontuurlijk. Kijk eens wat modern gemonteerde films. Dat zou, denk ik, op de televisieacademie een geweldig succes kunnen worden. Ik heb trouwens ook nog eens aan, volgens mij,
journalistieke opleiding in Utrecht aangeboden om elk jaar een lezing te houden over alles wat de journalistiek in dat jaar verkeerd had gedaan. Dus het zou me zoveel genoegen doen om dat nog eens een keer uit te leggen wat jullie allemaal verkeerd doen. Met name natuurlijk de paniekzaaierij, het overdreven emoties, de eindeloze herhaling. Nou ja, je kent alle kwalen van de nieuwsindustrie. Maar ze waren totaal niet geïnteresseerd, kan ik je melden. Ik neem aan dat je dit soort bezwaren toch ook wel met de professionals bespreekt wanneer zeker, je niet onderweg bent. Ja, dan zeggen ze toch, ja, god, ja, je moet er een verhaal van maken. Die stukjes moeten aan elkaar geplakt kunnen worden, er moet continuïteit zijn en dan gaan ze maar door. En ja, ik begrijp dat wel, het is een commerciële opdracht, het moet gemaakt worden voor... Het is content voor de streaming van Videoland, dus ik heb er allemaal wel begrip voor. Maar daarom, ik blijf niet dat het nu voor ineens volkomen anders moet, maar dat sowieso de televisiewereld moderner zou moeten worden. Eigenlijk meer creatiever gebruik zou moeten kunnen maken van het fantastische hulpmiddel wat televisie is. Dat kan. Ja. Wat vindt Peter van der Vorst, de baas van RTL en dus ook van Videoland, en Sven Sauvé, wat vinden die daarvan? Nee, volgens mij is dat helemaal niet de baas. Nee, ik weet het niet, maar tenminste, ik weet het, een jongen. Dat is toch die jongen die ongelukkige naam heeft, die ook een programma over Vorsten presenteert, ja, of niet? Peter van der Vorst, inderdaad. Ja, het is net als, weet je die man ook alweer, de voorzitter van de pilotenvereniging, die heette Baksteen. Beetje hetzelfde. Gekke namen. Daar heb ik nooit iets over gehoord. Volgens mij is dit gewoon een opdracht, een commerciële opdracht aan Tuvalu. Dat is de productiemaatschappij. En ik denk dat de hogere baas of degene die de eindverantwoordelijkheid hebben voor deze serie, dat die erover gaan. Ja, nou, je maakt wat mee tijdens zo'n reis, want los van de opnames ben je natuurlijk ook veel onderweg. En dan moet je veel wachten, dat heb je al omschreven. En ik begreep ook dat jullie eerder een hert hebben aangereden. Nou, niet alleen hebben we aangereden, we hebben een dier gedood. Dat is een white-tailed dier. En als je een beetje oplet in de Verenigde Staten, zie je, en je rijdt af en toe, dan zie je elke dag zeker twee dode herten langs de weg liggen. De white-tailed dier, dat is in feite een nationale plaag in Duitsland, in de Verenigde Staten. Met als gevolg dat ze, ja, in een land wat niks anders doet dan autorijden, regelmatig in botsing komen met auto's. Maar bij mijn weten, dan wordt er ook op de Hoge Veluwe regelmatig gebotst met wilde zwijnen en herten. Daar staan toch ook allemaal van die bordjes met van overspringende herten. En dus dat is alleen, ja, er wordt hier meer gereden en er zijn meer herten. Dat is zonneklaar. Ja, we hebben nog een calamiteit gehad. Als je het wil. Het is in sommige opzichten ook een perreis. We rijden met drie auto's. En de voorste auto die reed met een lekker snelheidje over de interstate, 94 geloof ik. En daar viel een knalpot van de auto voor die auto. En hij reed full speed over die afgevallen knalpot. En dat bleek al heel snel een fors gat te hebben geslagen in de benzinetank. Dus daar stonden wij in the middle of nowhere. En dat is het leuke in Amerika. Dat je in de Great American Heartland altijd in the middle of nowhere staat. Het is eigenlijk automatisch overal the middle of nowhere. Dat is een heel eigenaardig fenomeen. Ja, dus we moesten bellen. Ja, dat is dan allemaal de uitvoerend producent, is de klos. Dus ja, die moet een auto bellen die dat ding, die kapotte auto op kan halen. Die moet zorgen voor een nieuwe auto. We krijgen dan een spectaculaire nieuwe auto, een Cadillac Tahoe. Heel, heel luxueus, soort van olifantachtige auto. En hij rijdt als een scheet. Maar ja, dus dat was de tweede rampzaligheid eigenlijk al. Ik zwijg natuurlijk, want dat heb ik al verteld bij mijn weten, dat ik natuurlijk bij de security op Calgary mijn laptop ben kwijtgeraakt. Ja, hoe is het met die laptop? Krijg je die terug? Nou ja, dat is ook wel een interessante zaak. Dus de uitvoerend producent, eigenlijk de persoon die alle gaten dichtloopt die in dit complexe schema vallen. Dat zeggen ze toch bij voetballers. Hè? Dan heb je toch ook al een voetballer die de gaten dichtloopt. Als ik wel geïnformeerd ben. Die heeft dus die instantie gebeld. Je moet geld betalen om dat ding terug te krijgen. Dat geld is betaald. Vervolgens
Dat was precies opgegeven waar ik hem kwijt was geraakt. Vervolgens kregen we post van die dienst daar in Calgary, waar ik hem kwijt was geraakt. De bekende vragen naar de bekende weg, waar de bureaucratie meesters in zijn. Dus het is waarschijnlijk een soort paarse krokodil situatie is ontstaan. We hebben 2 maal post van die lui gehad, waarbij ze zeggen dat ze er iets aan doen, maar daarna niets meer. En er is al betaald. Dus de uitvoerend producent heeft al betaald voor de eventuele terugzending van het apparaat. Maar ik ben al vrijwel 100% zeker dat ik het ding nooit terugkrijg. Het zit er niet in gewoon. Het is evident een bureaucratische dienst. Sowieso had ik me... Ik dacht dat Canada een normaal, sympathiek, fatsoenlijk land was. Maar daar blijkt helemaal niets van aan. Het is precies zo'n land als de Verenigde Staten in allerlei opzichten. Ja. Maar ik begrijp niet precies hoe je hem nou kwijtgeraakt bent. Jij moest door de beveiliging en toen heb je hem in zo'n bak gezet. Ja. En toen je uit die beveiliging kwam, toen was je hem kwijt. Nee. Het probleem was dat die security, althans in mijn ogen, een chaotische beeldboot. Want al mijn spullen waren tenslotte verdeeld geraakt over 3 verschillende bakken. Door die stomme man die aan het begin van die security lijn stond. En die 3 verschillende bakken liepen over 2 van die rollijnen, weet je wel. En ja, ik heb er tenslotte 2 leeg gehaald en vergeten om de derde bak ook leeg te halen. Dus ja, uiteindelijk is het mijn gestomme spul. Maar de security in Calgary heeft wel een belangrijke bijdrage geleverd. Mag ik allen die ooit te maken hebben met security in Calgary zeggen pas op. Ze doen nu spullen in verschillende bakken en het overzicht raakt al snel zoek. Ik had een flesje cadeau gekregen van een van de reisgenoten met spul tegen zonnebrand. Ik was enorm verbrand geraakt de eerste 2 dagen. En je begrijpt het al, dat flesje werd met allerlei poppenkast erop en eraan werd dat flesje in beslag genomen. Omdat het natuurlijk van je weet dat van anti-zonnebrandspul kan heel gemakkelijk, kunnen daar zeer grote hoeveelheden explosieven van gemaakt worden. Dat is algemeen bekend. Nou ja. En dan ook alles op zo'n toon en met zo'n aanpak dat je tenslotte denkt, fuck off met je stomme eikelprincipes. Dus ik zal ook wel niet zo heel beleefd zijn geweest, ben ik bang. In plaats dat die man zegt, neem het mee, flessen met zonnebrand, wat 100 milliliter te veel bevatten. Het is werkelijk... Maar wordt die laptop dan, want ik neem aan, je bent nu constant onderweg, dus het is heel lastig om die laptop naar een plek te sturen waar je nu bent. Nee, we hebben als adres hebben we het adres in Nederland opgegeven. Nou, dat is wel slim. Nou, in Nederland is vandaag de 4-daagse gestart, wat eigenlijk een 3-daagse was. En we hebben een enorme hete dag, eigenlijk 2 hete dagen achter de rug. Hoe ziet het programma er daaruit? Wat gaan jullie doen? Vandaag hebben we eigenlijk rustdag, ondanks het feit dat we alweer een opname achter de rug hebben. Ik maak natuurlijk de podcast. Wij gaan morgen heel ingewikkeld vliegen. We gaan eerst rijden naar Billings. En dan van Billings vliegen wij naar Denver. En van Denver vliegen wij naar Los Angeles. En daar gaan we in. We hebben eigenlijk vandaag al het eind van de hele serie gefilmd. Maar omdat natuurlijk het reistraject anders in elkaar zit dan het chronologische verhaaltraject, gaan we nu in Los Angeles nog een museum bezoeken voor Natural History. Het schijnt een bijzonder aardig museum te zijn. En nog wat andere dingen. En dan vliegen wij van Los Angeles naar Columbus, Ohio. En dan gaan we van Columbus, Ohio naar een stad die heet Athens. Ja, die gekste namen voor steden natuurlijk. De helft van de steden heet Rome of Athene of Middelburg of nergens maar door. En daar gaan we nog naar een research instituut waar we in principe alle gekke vragen over dino's die we willen stellen, kunnen stellen. Dat duurt 2 dagen in totaal en dan vliegen we van Columbus naar Boston en dan van Boston terug naar huis. En dat is volgende week vrijdag en door de tijdsverschillen komen we dan zaterdagochtend extreem vroeg op Schiphol aan. Dat is het zo'n beetje. Even kijken, er is ook nog een vraag binnengekomen van Jennifer. Zij is 81. Ze zegt, ja, ik vind als bejaarde reizen ontzettend vermoeiend. Hoe is dat voor jou, Maarten? Ja, dat kan ik mij voorstellen. Veel mensen vinden dat maar een zorgelijke zaak. Ik word geweldig uit de wind gehouden, laat ik dat er direct bij zeggen. Dus zodra er iets
Zoals vandaag waren we dan in die zandhopen waar ze aan het opgraven zijn. Dus dan zijn ze bang dat ik op mijn sneuk val. Okay, maar ik kan natuurlijk best wel wat. Ja, ik ben geen 22. Ja, de oudste deelnemer is onze cameraman. Maar die is nog 20 jaar jonger dan ik. En al het andere volk is 30 jaar of meer jonger dan ik. Maar als je het voorzichtig aanpakt. Die zit natuurlijk grotendeels in airconditioned ruimtes. Ik heb nu toevallig de airco uitgezet. Ik wil hem wel aanzetten. Dan kun je horen wat een ongelooflijk takkelawaai dat ding maakt. En dan als je hem dus uitzet zoals nu. Staat nu een uurtje uit. Dan begint het wel benauwderig warm te worden. Zal ik hem even voor de lol aanzetten? Dan kunnen de mensen het horen. Ja, doe maar eventjes. Nee, dit is wel duidelijk te horen, hoor. Dat is geen kattenpis, hè? Tot zo met lijkt wel alsof je op Schiphol op een landingsbaan staat. Ja, zeg dat wel. En omdat je aanvankelijk ben je natuurlijk naïef. Zet het toch weer even uit. En denk je, goh, wat handig voor ding is op de kamer. En dan houdt hij s'nachts ook. Maar ja, als je het ding aan laat staan, dan schakelt hij elke 20 minuten. Terwijl je ligt te pissen, schakelt hij zichzelf aan en maakt dan dus dit. Want ik heb hem op low staan. Dus ik kan hem ook nog high zetten. Dus je moet hem eigenlijk uitzetten bij het begin van de nacht. Ik zet hier gewoon mijn ramen open. Ja, dat is niet zo'n groot probleem. Het wordt dan wel wat warmer. Maar goed, je bent ook wel een beetje aan die warmte natuurlijk. Het is nu overigens alweer dichtgetrokken. We worden vaak aan het eind van de middag. De dag begint altijd fris en helder. En dan in de loop van de dag stijgt er kennelijk zoveel warmte op naar hogere luchtlagen. Dat ze tot buienvorming voordoet. Ik op de terugweg van de dik, zoals dat heet. Keek ik naar de lucht en dan zie je eigenlijk hoe zo'n wolk, hoe die zich razendsnel opbouwt. Hè? Dus hoe van een plukje eigenlijk bezig is om een donderwolk te worden. Want, dat heb ik volgens mij ook al beschreven, de onweersbuien zijn hier fantastisch. Echt ongelooflijk. Het is geen kattenpis, maar zo zie je het. Maar in Nederland echt nooit bliksem. Ja, we krijgen in Nederland vandaag ook onweer, maar dat is totaal ander onweer dan wat jij daar hebt. Leuk om even bijgepraat te hebben, Maarten. We spreken elkaar morgen weer. Volg ons ondertussen op de socials. Maarten Podcast op Twitter en op Insta. En 20 september, dat is misschien leuk om te vertellen, dan is er weer een live podcast. Als je erbij wil zijn, check het linkje in de show notes. Beukenhof met je stomme eikelsprincipes. En als u dan naar het electoraal college kijkt, ziet u dat die overwinning nog veel spectaculairder is. Geniet op vakantie van een nieuw luisterboek. En dat hangt weer samen met het feit dat in het electoraal college elke staat een aantal stemmen heeft. Maarten van Rossum over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het aantal stemmen is gelijk aan 2 senatoren en de hoeveelheid leden in het Huis van Afgevaardigden wat er betrokken staat heeft. Het linkje naar het luisterboek staat in de beschrijving van deze podcast. Dus de grootste is Californië. Die heeft 55 stemmen in het electoraal college.